Willem II. Het is zelden trouwens echt spektakel als je kijkt naar het aantal doelpunten. Ik verwacht persoonlijk geen 5-5 vandaag. Maar het is altijd spektakel, het is altijd spannend, er is altijd strijd. En de supporters hebben voldoende overgebracht, zou je toch zeggen, bij de spelers. Bij alle spelers, zowel van NAC als Willem II, om duidelijk te maken wat hier op het spel staat. Ja, zijn speeracties. De B-side is werkelijk schitterend op dit moment. Prachtig hoe ze dat weer hebben gedaan met de geel-zwarte vlaggen, met alle slingers. Sol meteen naar voren en die loopt zich meteen vast. Ja, dat is geen overtreding. Toon gezet vanaf seconde 1. Het was misschien de snelste overtreding. Dat is een beetje ooit geweest in de Eredivisie. Maar hij werd hier reglementair van de bal gezet. Palacios. Tegenwoordig international van Ecuador. Zijn debuut gemaakt de afgelopen interlandperiode. Hier van de bal gezet door Tevreden. Die dus helemaal mee terugkomt. Ilić. Goeie paas van Ilić Rosheuvel. Maar Tevreden is dus niet voor het doel. Dan moet daar bijvoorbeeld El Alucci komen. Daar is bijna de kans voor Mounir El Alucci. Rosheuvel, goed aangenomen. Goede lichaamsschijnbeweging waarmee Palacios volledig gezien is. Tevreden komt naar de eerste paal. De bal gaat daar ook naartoe. Hij kan er niet bij. Een halve kopkans misschien voor Ilić. Ilić nog steeds. Bal blijft liggen. El Alucci. Niemand van NAC die echt tot een schot kan komen. Afdijay moet terug. Crowley helemaal hier. De creatieve man. Draait zich daar wel heel lekker uit de problemen trouwens. Die geeft dan geen goede paas. Ilić. Het schot van Ilić. Dankelaar. Lewis. Oh. Ja, dat levert uiteraard hoongelach op en wat andere gebaren vanaf de B-side. Van Hooijdonk en zoon Sidney van Hooijdonk op de bank. 18-jarige speler van NAC die al zijn debuut heeft gemaakt natuurlijk. En vader wordt zeer serieus in verband gebracht met NAC naar een nieuwe functie te krijgen. Wat een ruimte voor El Alucci. Lewis was doorgestapt, dus is El Alucci redelijk vrij. Is de voorzet goed en is het raak? Is het doelpunt daar van Tevreden op het moment dat Willem II helemaal verkeerd staat? El Alucci, die de hele wedstrijd eigenlijk centraal staat, nooit aan die linkerkant opduikt, duikt daar nu opeens wel op en het is meteen raak. Omdat Lewis daar blijkbaar geen rekening mee had gehouden. En voor Tevreden is het een hele simpele intikken. In een wedstrijd waar er eigenlijk geen serieuze kans is geweest, is de eerste dus meteen raak. Crowley. Wilde langs bij Nijholt, maar die lijkt al eerder onpasseerbaar vandaag. Tevreden, niet de allersnelste, maar nu in de wel met Heerkens. Wat levert dat op? Bijna de 2-0. Maar hij schiet net naast. Die er natuurlijk eigenlijk ook wel was. Hoppa, opstootje, Sol daarbij. Er is helemaal niks aan de hand. Maar er is in deze wedstrijd ook niet zo heel veel nodig om ruzie te krijgen op het veld. Crowley's vrije trap. Heerkens mee, Meisner mee. En Sol natuurlijk vooral iemand om op te letten. Bal gaat daar helemaal vrij en dan is het raak. Meisner scoort en het is Crowley's assist, maar wat een dekkingsfout achterin. Bij NAC is dit dan weer. Het is geen buitenspel. En het is onthutsend zwak gedekt achterin bij NAC. Dan kom je een keer op voorsprong. En dan geef je het zo weg uit de standaard situatie. Door gewoon totaal niet mee te lopen met je man. Geen overtreding. Crowley. Afdijay, 1 tegen 1 met Sporksleden. Over Crowley, hard. Toch lekker teruggelegd. Oh, wat een mooie. Wat een werelddoelpunt is dit. Afdijay maakt hem. Dankerlui heeft de assist. Maar wat een weergaloze treffer. Van Crowley tot Dankerlui tot Afdijay. Ja, wat moet je hier aan doen als NAC?
Bij die 1-1 kon je nog zeggen, er gaat van alles fout achterin. Maar hier kan je alleen maar voor applaudisseren. Dit is een schoonheid van een treffer. Wordt geroepen, gooi maar voor. Ja, dat is wel begrepen, want extra tijd zit erop. Dus dit is nog wat extra tijd om die corner te kunnen nemen. Die corner is goed, de kopbal is net naast. En dan is het meteen rust. En is het dus 1-2 bij rust. Een fluitconcert van het thuispubliek. Dat eerst nog in extase was. Om nou te zeggen dat NAC echt lekker is begonnen aan die tweede helft, nee. Maar aangenomen El Alouchi. En dan een overtreding. Ze zijn heel duidelijk naar op zoek. Niet zo heel veel aan de hand had ik de indruk ten opzichte van El Alouchi. Eens kijken of de man die tot nu toe nog niet zo heel veel goeds heeft gedaan. Maar waarvan iedereen weet dat dit een geweldig talent is. Dat nu ook een keer kan laten zien. Ilic. De vrije trap van bijna 30 meter is makkelijk voor Wellenreuther. En dan heeft Ilic dus een minuutje langer mogen proberen. Maar gaat hij er toch uit? Het publiek is er niet mee eens. Dat is duidelijk. Het heeft niks te maken met dat korte komt. Of dat ze boos zijn op Ilic. Nee, het applaus is inderdaad voor Ilic. Ze hadden gewild dat hij bleef staan. Ja, ik snap dat er ongetwijfeld heel veel Ilic-fans zijn. Maar laten we niet doen alsof hij vandaag een goede wedstrijd heeft gespeeld. Crowley neemt. Heeft. Vijf ploeggenoten in het strafschopgebied. NAC heeft iedereen terug. Crowley. En daar is een kopkansje voor Sol. Geen makkelijke. Er zijn nu zelfs mensen die een biertje het veld opgooien. Nou, dan is het echt mis in Breda als ze het niet opdrinken, maar het veld opgooien. Voetballen wordt er geroepen. Ja, dat zou handig zijn. Dat proberen ze ook wel. Verschuren. Rosheuvel houdt hem niet binnen. Houdt hem inderdaad niet binnen. Was al over de achterlijn geweest. Het zijn er in ieder geval genoeg van NAC, zou je zeggen. Zes spelers in het strafschopgebied. Wie kan er schieten? Koch bijna. Maar die poging wordt geblokt. Ja, ik weet niet of ik het een kans mag noemen, maar het meest dreigende moment in ieder geval voor NAC in de tweede helft. El Alouchi. Goed snel gespeeld dit. Voorzet is ook niet gek. En voordat tevreden iets kan doen, zit er iemand tussen. Is dit een overtreding? Nee. Rosheuvel. Is dat een overtreding? Ja, is het antwoord. En is een penalty voor NAC. Het zit er totaal niet in voor de thuisploeg in deze wedstrijd. Maar hier volgt de strafschop en dan is er opeens weer van alles mogelijk. Is dit een overtreding? Nee, oordeelt Guzebujuk. En daar wordt Rosheuvel, die echt geen kant op kan, gehaakt. Het is een ongelofelijke, onhandige, domme actie. Rosheuvel. Een van de belangrijke, een van de goede voetballers bij NAC dit seizoen. Om voor de 2-2 te zorgen tegen Willem II. Rosheuvel, ja! Ontlading in Breda. In plaats van een fluitconcert. Het loopt voor geen meter, maar ook dan kan je scoren als de tegenstander een handje helpt. 2-2. Kali. Oh, Kali in de fout. Is dat buitenspel? Vlag is omhoog. Oh, daar komt NAC goed weg. En dan gaat Afdijai eruit. Hij is boos. Kroeks vervangt hem. Ik wilde vooral dat hij. De VAR making every time wrong. Every time wrong. De VAR heeft to look at the penalty. De VAR heeft to look at the penalty. Ja, hij is. Nog steeds boos op de strafschop die hij tegenkreeg. Het is naar gekeken, geloof me. Kroeks er dus bij, die ongetwijfeld had verwacht in de basis te zullen staan. Sol. Crowley.
Palacios buiten doen. Voorzet van Palacios, die gaat erin. Die gaat erin, het zou zijn eigen doelpunt kunnen zijn, maar het is ook buitenspel. Hij telt niet. Vlag is omhoog. Is het buitenspel? Ja. En ja, dan zie je wel of hij hem nou raakt of niet. Hij doet zijn uiterste best, ja. Dus. Crowley overgeslagen, de bal in één keer naar Anita. Kan naar Kroeks. Anita zelf voorlopig. Crowley. Lewis. Voorzet van Lewis. Sol kopt en daar is de redding van Van Leer. Rosheuvel. Ja, die krijgt precies wat hij wil. Een vrije trap. Dat is niet zo handig van Lewis. Hij mag niet meer worden genomen. Dus geen laatste kans voor NAC. En het eindigt in 2-2. Nou, wie zijn er echt blij mee? NAC denk ik nog wel het meest. Want die hebben niet zo heel veel kansen af weten te dwingen. Maar uiteindelijk wel twee keer gescoord. En een strafschop weggegeven door Willem II. In de fase waarbij het bij NAC echt niet zo lekker liep. Brengt NAC in ieder geval een punt.